Het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, wordt momenteel geherstructureerd. Dit zei volksgezondheidsminister Patrick Pengel in gesprek met onze nieuwsdienst. Het herstructureringsproces is volgens de bewindsman ruim een maand geleden gestart. Met name de bemensing van sommige afdelingen is een van de prioriteiten voor het BOG. Pengel legt uit wat de herstructurering van dit bureau precies inhoudt. Met herstructurering bedoelen we voornamelijk dat sommige diensten van het BOG wat meer uit de verf moeten komen. Dat er ook afdelingen onderbemand zijn, dus we moeten zeker gaan werken aan de bemensing van sommige afdelingen. Dat de taak die toebedeeld is aan het BOG, dat beter uitgevoerd kan worden. Want er is niet alleen maar de dingenwagen die uit moet drukken. Er zijn een aantal programma's verbonden aan het BOG. Denk aan het Nationaal Immunisatieprogramma, dus wat vaccins betreft voor baby's. De meeste mensen kennen wel, weten wel waar ze voor een malaria prikje moeten gaan of voor een gele koorts prikje. Maar er zijn nog meer zaken die met nationale immunisatie te maken hebben. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van het BOG. Maar ook educatie, voorlichting, gemeenschapsvoorlichting. Wij vinden dat die zaken veel beter uit de verf mogen komen, veel beter in de gemeenschap mogen komen. Preventieve gezondheidszorg, voorlichting. En daar moeten dus programma's voor op touw gezet worden. Dat gaan we doen in samenwerking met de afdeling planning op het ministerie. Het herstructureringsprogramma verloopt volgens de minister niet altijd even soepel. Pengel denkt daarom dat het heel proces iets langer dan een jaar zal duren. Nou, we hopen eind 2018 gereed te zijn, helemaal klaar te zijn met het programma. Omdat het valt binnen het ambtelijke, dus ook aantrekkingen hebben een bepaald administratief proces. Dus dat heeft toch even wat tijd nodig. Maar ja, niet alleen maar aantrekkingen, maar echt gewoon ook concrete plannen die beschreven moeten worden en uitgevoerd moeten worden. Dus iemand moet er ook verantwoordelijk voor gesteld worden. Toch gaat nog even wat tijd in beslag nemen. Maar we denken dat we in 18 maanden wel zover moeten zijn. Volksgezondheidsminister Patrick Pengel. Volgens hem moet het Bureau Openbare Gezondheidszorg volgend jaar helemaal geherstructureerd zijn.